Daar heb je een beter Gillis. Rondom gevuld, niet alleen van postuur. Ik loop altijd hard. Val ik in slaap? Hij loopt altijd hard, zegt hij. Maar niemand heeft hem ooit eerder zien lopen. Flink diëten en flink bewegen. Dat is een hoge berg, hè? Bewegen. Hij heeft er een pleurishekel aan. Hij staat onder controle. Iets minder worstenbroodjes? Ja, worstenbrood light, hè? Peters vriendin Nicole vertoonde uitputtingsverschijnselen. Dus nu komen alle kledingzaken keurig bij haar thuis. Het is wel een leuk setje. 1 setje, 2 setje, 3, 4 truitjes, 5. Elke dag komt er een rek bij, maar een trouwring, die ontbreekt nog. En ze laat geen kans onbenut om daarover te beginnen. Nee, we zijn nog niet getrouwd. Nog niet. Nog niet. Denk je niet dat hij jou op de huwelijk gaat gaan? Ik hoop het. Ja, dat hoop ik ook. Op Park Parelstrand is het alle hens aan dek. Peter heeft een tijd lang een groep asielzoekers gehuisvest, maar die is nu vertrokken, dus het is tijd voor de grote schoonmaak. Goedemorgen. Goedemorgen. Zonder zorgen. Zonder zorgen? Niet helemaal. We hebben het over een fix aantal caravans en Inge heeft dit als een militaire operatie voorbereid. Nadat de asielzoekers weg zijn, hebben we het daar als eerste in orde gemaakt. De sanitair gebouw weer in orde en open. Water aangesloten, dus de eerste mensen die staan alweer te kamperen. Oké. Okay. Een beetje levende brouwerij, horeca open. Ja. Dan even gaan we een rondje maken. Ja, dat is goed. Oké, maat. Waar gaan we eens eerst kijken? Even kijken bij het schoonmaken, denk ik. Ja, van binnen en van buiten. Zo'n karretje kan meer hebben dan je denkt. Waar waren we? Oh ja, schoonmaken. Daar weet Peter natuurlijk echt alles van. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat voor zeep hebben er nou in zitten? Speciale zeep? Ja. Van binnen zijn ze ook bezig. Even kijken. Klop, klop. Ook goed in de banken doen, hè? Ja. De kachel, hè? Die is even weer niet aan geweest. Nou, dan moet je ook even goed schoonmaken. Het gasstel, daar hebben mensen op gekookt natuurlijk. Dat moet goed gedaan worden. En onder de bedden, hè? Dat is ook belangrijk. Het koelkastje, daar moet je ook een keer schoonmaken. En, dan. En hier buiten gaan we het ook nog opruimen. Die peuken. Ja, dat wordt allemaal opgeruimd. En de trap is weer even netjes recht zetten. Voorlopig zijn ze hier nog wel bezig. Ook zonder Peters aanwijzingen. Kom eens even, Leo, geef me eens even dat ding. Waarom heb je eigenlijk geen bredere borstel? Kijk hoe breder dat je is, hoe sneller dat gaat. Ja, maar daar kom je niet over bij. En een langere steel, dan staat er verder van het werk. Of niet? Ja. Nou, Leo, dat gaat goed, jongen. Huppatee. Ik zou een bredere pakken. Hoe lang doet het over een caravan? 5 minuten? Half uurtje. Hou maar de koffie erbij. 2 keer. Houdoe. Houdoe. Goed, dat was de eerste stempelpost. Eens kijken wie we nog meer van zijn werk kunnen houden. Hoppa. Hatsen flatsen. Lukt het? Ja? Ja? Weet je hoe wij dat vroeger deden? Pakten we in iedere hand trainen. Hoeveel hek moeten ze weghalen? Totaal was het 1,5 kilometer of 2 kilometer. Oh, dan zijn ze vanavond wel klaar dan. Dan kan het allemaal weer in de verhuur voor de gewone particuliere mensen. Hé. Hey. Ja. Kom, we gaan verder. De dag is weer zo voorbij. Ook Nicole heeft een schoonmaakprojectje lopen. Voordat ze Peter leerde kennen, heeft ze zich voor een godsvermogen vol laten tatoeëren. En nu laat ze dat allemaal weghalen. Ook voor een godsvermogen. Deze die is echt al wel een heel stuk minder als de vorige keer. Deze. Ja, die is ook al echt al een heel stuk lichter als de vorige keer. Dan heb ik er hier nog eentje. Ja, dat staat echt nog maar een heel klein streepje. Dan op mijn vinger. Die is ook al een heel stuk lichter. Dan heb ik er hier nog eentje. Er zit nog wat kleur in. Ja. En deze. Ook nog dat blauwige. Ja, dat blauwige nog erin. En dan heb ik ook nog mijn benen. Die zijn, die zijn ook al redelijk ver heen, allebei. Ja. Ze was ook redelijk ver heen toen ze die rommel liet aanbrengen. Pas vanaf dat ik Peter heb leren kennen, ben ik eigenlijk... pas eigenlijk opgebloeid.
En hij heeft Peter er wel heel vlug bij mij uitgespijkerd in de eerste maand dat ik met hem ging. Peter zet mij dan aan om dingen te doen die ik normaal nooit deed. Of mee naar feestjes te gaan. Het eerste feestje waar we naartoe gingen. Dat was een bruiloft. En ja, ik durfde tegen niemand niks te zeggen. En toen zei hij van, ja, maar waarom praat je dan niet tegen mensen? Ik zeg, ja, maar dat durf ik niet, want ik denk dat ze mij raar vinden of zo. Ja, zegt hij, maar ja, daar moet je mee uitscheiden. Je moet gewoon denken van, hè, ik ben degene die Peter zijn vrouw is. En gewoon praten tegen mensen, ze vinden jou niet raar, hoor. En dan zorgt hij ervoor dat je dan toch... Je muil houdt? Vermoedelijk wilden ze iets kwijt over zelfvertrouwen. Want dat is een dingetje. Het is wel heel belangrijk dat die tatoeages voor mij weg zijn. Het is wel iets wat bij mijn nieuwe leven hoort. Als ze er dadelijk eenmaal vanaf zijn, dan is het echt gewoon helemaal klaar. Als het er hoorde te zitten, dan was je er wel mee geboren. Op Park Parelstrand heeft Peter zo'n beetje alle werklui lastig gevallen. Nu de toeristen nog. Vinden ze gezellig. Lekker in het zonnetje. Heerlijk. Ja? Oh, is het de vis? Hebben we al gevangen? Nee, ik heb vis van. Even kijken hier bij de vissers. Ik vind het mooi. Dochter en moeder, hè? Ja. En dat beet toch niet? Nee, iedere keer beet gehad. Ja? Iedere keer, ja. Er zitten grote vissen hier, of niet? Ja, hele grote. Ja? Hele grote, ja. En dan, hoe krijgen die eruit dan? Met een mond en het schepnet. Oh, dan komt uw man. Die zit daar bij de caravan. Die komt, ja, die komt dat helpen. Oh, je durft ze niet eraf te halen? Nee, doe ik niet. En wat voor vis hebben dan? Karper. Hoe groot? Zo. Nou, dat is grote vis. Ja, tussen de duimen of? Nee, echt zo. Ja, ja. Dat is mooi, ja, ja. Is toch niet iedere keer dezelfde die gevangen? Dat weet ik niet. Zal ik er eens een stipje nog een foto van? Ja, ik heb er foto's van. Ja, laat eens kijken. Dat we het bewijs hebben dat het ook zo is. Oh ja, dat is een hele vis, of niet? Ja. Ja, de mannenhand die het hem eraf haalt, dat zie ik wel. Ja, mooi visken, hè? Ja. Dames, kom maar, ik. Even naar het toiletgebouw. Oh, dat is voor mij. Ja. Oh, daar staat de kikker op, of niet? Parels dan. Ja, ik denk. Kijk, hup thee. Dankjewel. Kijk, speciaal gemaakt door de gasten. Dankjewel. Graag gedaan. Oh, dat past ook wel in mijn dieet. Ja, op dik, hè? Te dik, wel dik. Hup thee. Hij is al weg. Dankjewel. Doei. Hallo. Oh, lekker. Peter heeft een vette bankrekening, vette wagens, een vette pens, maar daar gaan we het straks nog over hebben, en een vette camper heeft hij ook al. En toch is hij te klein. Of Peter te groot, maar dat ding moet eruit. Goedemorgen. 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 We hadden van de week eens even gebeld voor campers te komen kijken. Ja. Een paar maanden geleden kocht hij deze, met de draaicirkel van een Boeing, maar in Italië bleek hij niet de grootste te hebben en dat is onacceptabel. We moeten iets groots hebben. En een bed moeten we hebben waar we omheen kunnen. Wat is dit? Kijk eens even. Dat is te klein, denk ik. Ja, die is kleiner dan die we nu hebben. Ja? Ja. Er zitten ook twee van die aparte bedden in met zo'n middenstukje. Dat is niks. Nee, maar veel te laag. Ja, dat ook, ja. Daar gaan we niet op vooruit. Dat is... Nee. Deze hoogte, dat is ja, wat dat is wel hebben. Mooi, ja. Qua bed? Ja, bed moeten we omheen kunnen. En wat er zeker in moet, is een centraal stofzuigsysteem. Nou ja, hier hebben we eentje waar je rond het bed kan. Ja? Dit is wel een mooie. Ja, dit is in ieder geval alvast hoger, maar ik vind hem nog wel een beetje klein. Ja? Ja. Vind je dat niet? Ik vind dit zo smal. Ik hou daar niet zo van. Ja, ja. Vriend, kom eens even. Ja, hier ben ik. Wat is er hier nog in mogelijk in deze? Is deze de grootste of de kleinste of de luxe? Of... Deze is in principe de, van dit model het kleinste model. Oké. Okay. Maar ik heb er ook eentje, daar kan misschien een auto achterin. Een auto? Ja. Oh. Nee. Ja, als mijn Rolls erin past, dan kan we even kijken. Dit is Prinsenmeer en het mormel dat je daar ziet lopen is voor mij ook nieuw. Mark, die net als zijn pa van te strakke shirts houdt, moet zorgen dat de zwabber door het park gaat. Je moet even goed over nadenken hoe we dat gaan doen. Ja. Je moet natuurlijk overal in alle hoekjes en alle gaatjes komen, bovenin. Er komt zoveel stof overal bovenop. Dus dan moeten we eens even goed kijken dat we dat iemand met verstand laten doen en niet eerst de beste poetsvrouw. Dat is goed. Oh, nou dat we er toch zijn. En een rolmaat bij. We gaan eens even een kroonlucht erop meten, want daar had ik nog een hele discussie over met mijn papa. Ja, dat was ook weer zo'n typisch vader-zoon gebekvecht-bekgevecht. Peter geloofde namelijk niet dat ze even breed als hoog waren. Ja, ze is 1,5 meter hoog, hè, weet je.
21 doorsnee? 21 bij 21 is. Ah, oké. Maar dat kan niet. Want hij is zo en hij is zo hoger. Dus 21 bij 21 gaat niet. 21, zo, dat geloof ik. Maar hij is wel, denk ik, 1,5 meter hoog. Schat ik zo. 21 bij 21. Ik heb gelijk, doe ik zo wel. Mark wil ook wel eens het laatste woord. Dus nu gaat hij dat kreng opmeten. De rolmaat. Als jij de hond eens even vasthoudt. Meter is meter. Dat is waar. Kijk, 115. Kijk, 116. Ja, ik kan er niet meer van maken. En minder ook niet. Heeft die kleine toch nog gelijk? De camperverkoper snapt inmiddels dat Peter in het groot denkt. Oh, dat is wel een heel ding, ja. Mooi. Mooi hoog ding. Dat kan heel die camping overzien, hè? Ja. Ja, dit is wat ik bedoel. Ja? Ja. Het is wel erop liggen dan? Oh ja, dat ligt wel goed. Het is wel groot. Ja, ik zal even komen kijken daar. Kunnen... Oh, blijf maar liggen zo. 10 keer overheen. Blijf maar liggen. Oh, dat is een lekker bed, zeg. Lekker ver van elkaar liggen. Ja. En hoe zit het met het toilet? He, want we hebben nu natuurlijk een toilet, maar dan moet ik iedere dag of 2 dagen die container leeg hadsen flatsen. Want Nicole is nog wel even van die handgranaten erin. Ach, scheisse. En kan er ook zo'n stokzuigersysteem in? Ja, dat kan ook. Hij zit achteraan bij het bed, zit zo'n centrale aansluiting. Oh, hier dat gat? Ja, die zwarte klep. Oh ja, dan ga ik ze zeker cadeau geven, want Nicole is van het zuigen, hè? Stop alsjeblieft, zeg. Nou, nee, dat moet er zeker bij, dat stokzuigersysteem. Want Nicole is wel van de al... Alles netjes. Alles, ja. Die stokzuiger 3 keer per dag. Oh, die kun je ook nog afsluiten hier. Wacht even. Dag meneer. Oké. Dat is wel handig zo. Ja, mooi. Dit monsterachtige grote ding is een soort rijdende zeecontainer met stofzuigersysteem. Alles erop en eraan. En nou komt hij met een garage. Je auto rij je gewoon in die kofferbak. Ja, rijdt hem maar eens even bij. Misschien kan hem een stukje verlengen, hè? Wat hij ophangt. We moeten hem achter even de luchtvering laten zakken. Ik zal hem eens gauw... Ja, laat me zakken. Ja, doe dat. Oh, rustig, rustig. Kom maar. Ja, oma. Andere kant op. Nee, ga hem niet worden. Maar laat hem pakken zonder garage. Ja, laat hem zonder garage. Gewoon een mooie garage voor de fietsen en zo. Hé, we gaan dealen. Terwijl Peter op het punt staat om een paar ton te verbrassen, moet Mark nog even zijn gelijk halen over die kroonluchter. Goedemorgen. We hebben hem even opgemeten, want ik heb hem nog eens hier hangen. Ja, maar je ziet het zo toch wel, dat hij hoger is dan die breed is. Ja, zo lijkt het wel, maar dat is niet. Ja, hoezo? Nee, echt niet. Heb je dat gemeten? Ik heb hem gemeten. Nee, maar hij is echt 115 bij 116 is hij. Ja, maar Mark, laat het met me zien. Ja, nou, hier wacht. Ja, dan ga je maar eens even. Kijk. Ja, maar ik zie niet. Ik zie niet wat je aan de andere kant zit. Ja, laat het zien. Wacht even. Ja, zo kan ik het ook. We zijn niet aan het bewegen. Nee, zie je nog wel. Ja, maar ik zie de onderkant niet. Ja, ja. Nou, ik laat het wel zien als ik hier aan het weg ben. Maar. Die vraag toch? Ja, maar ik heb toch gelijk, hè? Laat Jan Pieter je gezicht zien. Kom. Ik ga het zelf wel zien. Is goed. Houdoe. Nou. Toch weer gelijk, maar ik geloof het niet. Klopt. Bovendien is hij even met iets anders bezig dan zo'n lelijke kroonluchter. Peter gaat onderhandelen. Dus zonder garage, met vaatwasser en met stofzuigsysteem. Nou. Eerst kijken wat het kost allemaal. Ik pak hier gewoon een dingetje als mag. Schatje. Elke roomsoes staat gelijk aan 1 miljoen miljard calorieën. Schatje, dat is toch ook niet normaal? Een heel ding tegelijkertijd in een mond. En dat light, hè? Bovendien moet dat schaaltje gewoon leeg. Daar zit niks in. Maar dan gauw eentje en dan is het klaar. Dan kan allemaal weg. Ik
heb het allemaal even onder elkaar gezet, even alles goed gecontroleerd. 335.000 euro. Oh, nou. Dat is nogal wat. Maar dan krijg je ook heel veel voor. Airco's. Dat was een jaar te knikken. Extra verwarming. We zijn het samen al over eens dat het hem kan worden. Ja. Maar nog niet over het geld. Daar moeten we nog over discussiëren. Daar heeft hij nog geen korting van afgeteld. Gauw gemaakt 3,17,5. Is dat niet een beetje weinig? Nou, ik vind het heel veel. Ja, snel zegt, dan is het weinig, maar... Ik ga het afronden op 325.000 euro. Nou, ik zal toch een beetje meer marge hebben. Ja, maar... Nou, weet je wat? Als jij een volle tank diesel doet en je brengt hem thuis... Doe ik. Dan hebben we deal. Proficiat, Peter. Ja, jij. Ja, jij proficiat. Bankrekening wordt een beetje gevuld. 300.000 en een klets. Peter raakt die centen sneller kwijt dan de kilo's, maar daar schijnt iets aan te gebeuren. Kerel, goedemiddag. Mooi op tijd. Ik kan beginnen. Frans Duits, die was vroeger heel beroemd en hij is maar liefst 25 kilo afgevallen. Nu gaan ze samen trainen, want Peter moet afvallen. 121,7. Vergeleken met vorige keer ben je 1 kilootje aangekomen. Ja. En ik mag een rooi wijntje hebben, zeg je altijd. Met maten. En niet met je maten. Ondertussen gaat deze maat er wel voor zorgen dat Peter wat van dat rondflappende vlees kwijtraakt. Maar eerst schoenen. Er gebeurt niks onder die kolletje, hè? Nee, ik heb het in de gaten. Zo. Oefening 1 is zometeen 2 minuten op de airbike. Waarbij het zaak is dat je in ieder geval in beweging blijft. Je mag je eigen tempo pakken. Tijd tikt af op de grote klok boven het bord. Goed, we zijn officieel gestart. 2 minuten lopen. Oh, ik dacht dat we al een eind onderweg waren. Oh, ik ga wel heel hard, is niet? Nee, gewoon rustig aan, op je eigen manier, op je eigen tempo. Ja, ik heb alweer 9 calorieën opgebrand. Ja? 10 calorieën. Toch weer een koffietje dadelijk, hè? Kijk, worstenbroodje, hoeveel calorieën? Ik denk rond 400 calorieën. Het begint steeds meer een wijvengesprek te worden. Klagen over calorieën. Afzien moet je. Dat je hier nog voor moet betalen, dat snap ik dan helemaal niet. Is zwaar, hoor. Dit? Ja. Rustig lopen, Peter. Hij zit mijn broek zakt af. Zou nou al kilo's eraf gaan? Ja. Let ja? op je houding als je hem oppakt, hè. En Nicole vraagt zich af hoe lang zij nog zijn veters moet strikken. Rustig lopen. Nou, let op mijn portemonnee bij je hebt. Tijd loopt. Kom op. Ik moet gewoon denken dat het een geldwagen is, Peet. Zo snel mogelijk naar de bank. Nou, zoveel geld heb ik niet. Ik weet wat het is. Ik strijd al jaren tegen de kilo's en mijn gezondheid. Dus ik denk, van, ja, het is een maatje van me. Ik ga hem helpen. Ik bedoel, dan wordt het een stuk makkelijker. Alleen doe je het niet. Met z'n tweeën doe je het veel makkelijker. Zo. Nou. Klaar. Zal ik wel even lekker om te doen, of niet? Ja, ik doe het. Liever andere dingen. Ja. Zijn er die slechter doen dan ik? Och. Yes. Je doet goed. We doen een rondje. Nou, klopt. In de kroeg. Die aanstellerij in de sportschool moet wel beloond worden, nietwaar? Ja, dan gaan we een borreltje pakken. Een borrel pakken. Vodka, karamel. Lekker, met ijs alsjeblieft. Ja, hetzelfde. Maar hoe ging dat, sporten? Flink gezweet, getranspireerd. Dus, als je dit nou 2-3 keer in de week doet, maar beginnen met 2 keer in de week. Ja. Als je de tijd kan vinden, dan zul je zien dat dat allemaal een stukje beter wordt. Kijk. Karamel. Lekker. Watertje. Is goed, dan gaan we weer sporten, dan gaan we daarna aan de drank. Op dik. Te dik naar dik. Peter en Nicole zijn al een tijdje samen. Vindt hij hartstikke leuk en zo, maar hij weet dat hij af en toe met iets speciaals moet thuiskomen. Daar doet hij dan ook echt zijn best voor. Dag schatje. Schatje. Hallo. Alles goed? Alles goed. Oh, ik heb een leuke verrassing. Oh? Ik heb iets geboekt voor het weekend. Oh, dat is fijn. Maar dat moet nog geheim blijven, dus ik zeg niks. Oh. Dat is een leuke verrassing. Een echte verrassing ook nog. Een echte verrassing, dus... Nou, dat komt ik ben benieuwd. Ja? Ja, zeker. Ik ga toch niet zeggen wat, dus... Ja, ik ga toch wel proberen te vissen. Nee, maar dan weet je dat. Oké, schatje. Liefje, fijn. Tot straks. Tot straks. Doei. Doei. Ziezo, die is ook weer even zoet. Dan kan Peter weer aan het werk. Hij heeft een afspraak bij een marketingbureau voor een nieuwe folder en een website. Nou kan hij nogal grillig reageren en goede plannen zomaar van tafel vegen. Maar daar hebben ze rekening mee gehouden.
Aangezien ik catering ben vandaag. Och jongen, toch. We gaan dikke trots maken. Oh, dik. Nog een mens in de grote maar. Rem hoeft Dick niet te weten en Nicole ook niet. Dat is goed zo. Oh ja, is wel lekker. Maar het is wel heel klein. Dus denk ik voor jou, of niet? Hey, pak lekker. Kijk, nou ziet toch niemand het, dus... Dat is wel een goede gevulde. En zeker die kleine natuurlijk. Nee, die eet Gerber. Nou. Oké, laten we beginnen met de brochure. De eerste opzet was, zoals we nu hadden, zeg maar, een platte A4. Ja, maar ik moet niet ieder jaar hetzelfde hebben, Gerber. Wordt dit zo'n dag? Inderdaad. Het moet een beetje wisselend zijn in de markt, denk ik. Want als dit het dan is, dan nee. Dus die gooien we in de prullenbak. Nee. Ik denk, we gaan een groter vierkant. Oh, een mooi model. Dat is qua prijs technisch ook nog goed. Niet echt direct de helft meer kwijt ben dan papier. En qua porto kosten, qua gewicht. Ja, maar kost direct geen euro meer om op te sturen. Of nou direct twee kwartjes kosten of kost direct een euro. Ja, dat scheelt heel veel geld. Dan ben ik zomaar naar de kloten. Nou, terug naar het nieuwe systeem, want heel lange verhalen heb ik niks aan. De internet kan niet sneller werken. Kijk. Dat is ook de eerste dag dat ik hier werk. Ja. Ik kan net zo goed de marketing zelf gaan doen, of niet? Nee. Oh jee, de directeur heeft al onopvallend iemand naar de bakker gestuurd om snel nog even wat extra worstenbroodjes te halen. Want dit gaat niet de goede kant op. Ja, wat betekent dat woord dan? Oh, restel. De linkse daar. Restyle. Ja. Wat betekent dat? Ja, gewoon een nieuwe. Ah, oké. Een layout vernieuwen. Ja. Kijk in Engels, jongens. Ik vind het ingewikkeld. Ik kan er ook meer voor vragen natuurlijk, hè? Precies. De worstenbroodjes vliegen er doorheen. En Peter begint het te waarderen. Maar ik word er wel enthousiast van. Dat zien we. En Peter spot iets waar hij wel verstand van heeft. Ook dat draadje daar eens wegwerken boven, hè? Moet eigenlijk een mooi stripje, een gootje, hè? Nee, dat doen we afbreuk aan het product. Ja, dat gaan we doen. Het allemaal zo netjes voor elkaar en denk je, we hangen daar een kabeltje weer. Oké, nou. Dan zijn we helemaal bij. Ja. Niet lullen, bedden vullen. Dat zeg ik altijd niet. Ja, Peter is enthousiast. Nou, fijn. Ben ik niet altijd, nee. Hè? Zal ik er nog een pakken? Of, ja. Ja, ik zou zeggen, doe je ding. Ja. Deze troosteloze vlakte is van Peter. Hier worden straks 175 chalets neergepleurd. Maar zo te zien duurt dat nog even. Peter heeft echt geen idee wat ze aan het doen zijn, dus is het tijd voor een inspectie. Even de stof weg. Ja, goedemiddag. Kom. Goedemiddag. Een beetje stoffig hier, of niet? Ja, dat komt door de droogte, hè? Ja? Ja, komt goed. Die wegen er al uitgehaald, of niet? Gedeelte van de wegen zijn er al uit. Veld A is al helemaal gesteld. Dus alle piketpalen voor de chalets die staan er al. Veld B is eigenlijk al gedeeltelijk al klaar. En wanneer zijn ze klaar met die infrastructuur dan? Ja, dat is een goeie. Ik heb geen idee. Dat zal vier weken? Nou, dat zal wel een week of drie duren. Ja? Ja. Nou, eens een rondje maken. Dat Peter niet weet wat er gebeurd is tot daar en toe. Maar dat zijn uitvoerder het niet weet, dat trekt hij slecht. Kan erin? Als je een klein stukje naar voren gaat, dan kan ik er ook in. Ik heb ook... Jij moet ook naar Dick. Dan gaan we met z'n drieën naar Dick. Nou, zit ik lekker krap hier. Met die drie dikkertjes komt dat kreng maar slecht van zijn plek. Na een whopping 30 meter rijden, stappen de heren alweer uit bij een gat in de grond. Dat is een heel gat hier, of niet? Ja. Goedemiddag. Hey, dit is het hoofdriool. Oh, kijk. Waarvoor liggen hier twee riolen dan? Dat weten wij niet. En wat staat er op de tekening hoe dik die diameter is? Dat weten we niet. En die deksel die daar ligt, is een put? Dat is een put. Nou, dan vraag ik af wat dit is, hè? Ja, dat weten we niet. Dan moet je eruit zoeken. Wat een fox wild van, dat mooi. Ja, mijn handen jeuken altijd, sowieso. Vroeger stond ik zelf in die sleuven. Ja, vroeger heb ik altijd hiermee zelf mee gedaan. Kijk, maar wat ze nou doen, deed ik altijd zelf. De riolering leggen, de waterleiding leggen. Ik zat op een kraan, wij deden alles. Ik ben groot geworden, er zelf dingen te doen. Nicole heeft er een dagtaak aan om geld uit te geven. En vandaag moet ze alweer aan de bak. Peter heeft haar uitgenodigd voor een romantisch uitje. En dan kan je natuurlijk niet zonder iets nieuws aankomen, nietwaar? Een dingetje opzetten, prima. Wanneer kunnen we je helpen? Nou, ik werd gebeld door Peter. En ja? Peter heeft voor mij een verrassing. Oh, leuk. Er is nog maar één ding waar je Nicole blij mee kunt maken. Vriend, zijn jullie getrouwd? Vriend. Nee, we zijn nog niet getrouwd. Nog niet. Nog niet.
Denk je niet dat hij jou ten huwelijk gaat gaan? Ik hoop het. Ja, dat hoop ik ook. Oh, leuk. Dus ja, dan, als Peter een verrassing heeft, dan heb ik natuurlijk ook een verrassing, hè? Dan moeten we zorgen dat we een leuke verrassing hebben voor hem terug, hè? Goed, dan gaan we kijken of we iets leuks vinden voor jou, hè? Zal ik nog even nameten dan in de paskamer voor de maat dan juist te bepalen? Ik denk 75F. Ja? Ja, dat zal het wel zijn. Ik ga eens een zwarte en een kakkie kleurige laten zien. Of moeten we rekening houden waar Peter van houdt? Ja, ik denk dat hij die wel mooi gaat vinden. Kijk, want die is wel mooi. En daar hebben we ook nog een hele leuke slip bij, en dat is deze. Lastig. Waarom neem je niet gewoon de duurste? Ik vind deze ook wel leuk. Ja, die is leuk, hè? Ja. Met een beetje dat bling-bling op. Die ga ik wel even passen. Ja. Lukt het, Nicole? Ja. Ja? Oh, die is ook wel leuk. Ja, ik vind hem wel apart met dat andere bandje. Zal ik eens voelen aan de bretelletjes of die al goed staan? Eens even kijken. En verwacht je dan nog iets extra's voor de rest? Het weekend een huwelijksaanzoek of zo? Zit er dan misschien aan te komen? Misschien zit er in, maar ik denk het niet. Oh, dat is echt toch wel spannend dan? Ja. Ja, dat, ik denk het nog niet. Oh, wie weet, hè? Wie weet. Wie weet. Ja, jullie kennen Peter ook, hè? Ja, we kennen hem. Hij heeft een hele grote mond en een heel klein hart. Ja, is niks verkeerd mee, wel? Nee, precies. Alsjeblieft. Zo, alsjeblieft. Dan wordt het €290,30, alsjeblieft. Ja, het kost een paar knaken. Maar stel nou dat hij op zijn knieën gaat, dan zit je er wel beeldig bij. Kijk, eens, gaat het zo thuis voor zetten jou? Of uitknippen voor een lang reisje voor Sinterklaas. Ja, inderdaad. Jullie dank je wel. Doei, doei. Dag. Terug naar die andere bodemloze put. Dan lopen ze maar wat te graven en ze doen het nog op de gok ook. Een goede uitvoerder heeft altijd tekeningen bij. Ja, dat klopt. Want als ik vraag wat iets is, dan de ene zegt groenstrook en de andere zegt een weg. Dus eigenlijk weten ze het niet. Nee. En wat wordt dit? Ook groenstrook? Dit moet ook een stuk groen worden. Dus... Ja, maar ik heb liever dat je gewoon een tekening bij hebt. Dat is de basis. Ja, dat is waar. Kijk, als ik iets vraag, hè, aan jou of aan Mark, moet ik weten hoe het zit. Tekeningen bijna hebben. Ik heb het gezien hier. Ja? Waar rij je terug? Vind jij dat hij blij klinkt? Ik niet. Nou, dan trek ik wel gelijk langs de schoenenwinkel. We hebben zondags schoenen. Laat ik kloten. Godverdomme. Niet normaal. Zo komt Peter echt het huis niet in. Maar Peter en schoenen, daar zit een onoverbrugbare hobbel tussen. Dus die uitvoerder komt toch nog van pas. Hoe werkt zo'n ding? Ik denk dat het nooit beter werkt. Ja, daarom. Zou je hem volzuigen of niet? Volzuigen? Daar zit die draaiknop. Ja, ik heb hem. Oh. Ja. Hij is er wel niet bij. Ja, dat gaat goed, Peter. Nee, maar ik die vanaf, ja. Oh, kijk, is het wel. Die zagen er echt niet uit. Nee, kijk, het verschil zie je dat? Ja, dat zie je echt goed. Nee, ik heb een belangrijke afspraak. Dat ik daar met mijn vrouw schoenen. Ik heb speciaal nieuwe schoenen aangedaan voor die afspraak. Tussen mijn peters even, tussen die pieten. Ja. Schoon. Goed zo. Kijk eens. Dankjewel, zo kan ik weer thuis komen, hè. Kom maar, breng me naar mijn auto. Op Park Blauwemeer hebben Mieke en Johnny al jaren een vaste standplaats. Het zijn echt huisvrienden geworden en nooit te beroerd om af en toe te helpen op het park. Ze horen gewoon bij de familie en als er iets te vieren valt, dan zijn ze erbij. Telefoon. Neem maar op. Het is Nicole. Hallo. Hallo. Hallo, lieverd. Hoe is het? Goed. En met jou? Oh, goed. Oh, super. Ah. Wat ben je aan het doen? Ik was juist een tas koffie aan het drinken. Een koffietje aan het drinken? Ja. Zonder mij? Zonder jou. Nee, maar ik wil vragen. We gaan uit eten bij Alice met de kinderen van Peter en dan Frans erbij. En dan wou ik jou en Johnny ook even uitnodigen. Oh, super. Super. Dan zal ik het Johnny meedelen. Oké, toppie. Oké, doei doei, lieverd. Doei doei. Mieke heeft weer een uitje. En wat geef je nou iemand die alles al heeft? Precies, iets persoonlijks. En zij kan toevallig borduren. Ja, ik ga nog even in de rapte nog iets maken voor Peter en Nicole. Want wij hebben toch eigenlijk wel een heel goede vriendschapsband. Al
entige jaren. Ik kan een Peter doen voor ons, dus eigenlijk heel veel. Ik heb dan op 7 juni een dottering gehad en ik kwam hier aan. En ik wil jullie eventjes iets laten zien. Dus ik kwam hier aan en in mijn voortent stond deze knuffel. Om mij toch maar terug de moed te geven dat ik het niet mocht opgeven. En samen doen we heel veel en die knuffel betekent ook voor mij heel veel. En daarom, ja, dat noem ik nu echt vrienden. En zo kunnen wij samen ook heel veel doen. En Nicole en Pieter zijn er altijd voor mij. Wij zijn er voor hun. We doen samen klusjes. We doen samen van alles. We gaan samen eten. We drinken samen iets. Als er iets is waar ik Nicole mee kan helpen, dan doe ik dat ook. En dan voor de rest zijn wij gewoon echt vrienden. Ik hou gewoon van die mensen. En ja, ik wil dat ook zo houden. Sowieso. Ik bezie dat zo. Vriendschap is voor het leven en niet voor even. Nou, hier gaat het gebeuren. In het favoriete restaurant van de familie Gillis. Het grote einde seizoensdiner met iedereen die hen lief is. Dat betekent dat echte huisvrienden zoals Mieke en Johnny van de partij zijn. Want ze horen erbij. De meesten zitten al pak een beet 3 kwartier te wachten, klapwiekend van de honger. Maar als grote aanstichter van dit uitbundige feest kom je fashionably late. Dat kan ik verplicht dus. Ja. Hallo. Kom op. We zijn de laatste, of niet? Ja. Laatste platsen. Nou, fijn dat je er allemaal bent. Ja. Ja, hè, vanwege de corona en alles hebben we denk ik toch nog een goed seizoen gehad. Voorjaar was natuurlijk helemaal niks. Denk het wordt ook niks meer. Maar als ik toch even kijk, met alle parken hebben we het denk ik nog niet zo verkeerd gedaan. Nou jongens, hebben we allemaal. Hè? Ja. We hebben een fantastische film. Gezondheid en het afgelopen seizoen. Proost. Het komt nog niet echt op gang, dat familiefeest. Sterker nog, sommigen kijken alsof er een vuurpeloton klaarstaat. Behalve Mieke. Zij heeft letterlijk zich het snot voor de ogen geborduurd voor dit ene moment. Ja, ik heb ook nog een cadeautje. Een groot cadeau, hoor. Nee. En een zwaar, hoor. Kijk maar eens. Kom, sneller open. Dan zien we het. Even terug. Ja. Moet je goed zelf maar instellen, Peter en Nicole, massa is... Kassa. Dankjewel. Graag gedaan. Hoe lang doet de machine erover dan? Over dit heb ik 56 minuten gedaan. Dat is wel heel mooi. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Ook achter de rug. En dan willen we nou godzakken bestellen. Ja, dat is mij wel die biefstukjachtsaus. Dat is Mark is een jager, hè? Voor mij de biefstuk met mosterdsaus. Biefstukpeersaus. Voor mij de biefstuk met en champignons. Voor mij mosterd, alsjeblieft. Ik ook de mosterd, alsjeblieft. Ja. Is dat wel handig qua dieet? Sporten met Frans Duis was leuk, maar hoe nou? Gaan nou iedere week zelf? Of, Wat denk je? Ja, dat weet ik niet. Wat denk je nou zelf? Ik heb al geboekt, dus woensdagmorgen acteren. 10 rittenkaart. Nee, ik heb 3 maanden, 4 maanden. Maar ik heb nog niks afgerekend, dus ik kan nog terug. Applaus voor papa. Huh? Ja, staan de ovatie. Wacht een cadeautje voor jou. Ja, plan B. Ja? Maak hem eerst over. Plan B. Ik denk een doosje chocola. Nou, kijk. Zeggen dat je er zo van kan worden. Kan ik dik wel afbellen? Ja. Elektrische spierstimulator. Nou, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Als ik me volgende week niet meer terugken, dan werkt het goed. Natuurlijk is dat apparaat niet opgewassen tegen wat er nu wordt geserveerd. Ja. Oh, de mosselen. Die heeft hij alleen maar besteld omdat de camera meekijkt. Want hier komt hij eigenlijk voor. Hompen vlees, friet en vette zalf. Makkelijk. Ja. Dat is een mooi visje. Ja. Mosselen worden er niet dik van. Nee. Dus ik denk dat dit wel goed is voor mijn lijn. Ja, mosselen wel, maar die saus niet. Moeten we meer doen? Maar genieten. Jazeker. Die ben ik ook genieten hier. Ja, wel mooi uit. Het is zover. De verrassing die Peter meteen moest aankondigen. Want dat doe je. Met verrassingen. En waar zijn we? Op een industrieterrein. Nicole heeft zich failliet geshopt voor lingerie. En waar zijn we? Op een industrieterrein. Terwijl ze op vakantie in Italië nog zo duidelijk was over haar grote droom. Het is ook wel een mooie kerk om te gaan trouwen. Sowieso wil ik gewoon mezelf jouw vrouw kunnen noemen in plaats van jouw vriendin. Moet ook een echte verrassing blijven. Ja.
namelijk een blinddoekje gekocht. Ik ben heel benieuwd waarom dat ik een blinddoek op moet. Dan moet je een half uurtje mee en dan... een half uur? Ja. Nee toch? Anders is de verrassing eraf. Ik vind het wel spannend. Ja, je gaat het echt leuk vinden hoor. Echt romantisch. Oh. Echt met een mountainbike door de bossen. Oh nee toch, schatje. Ja. Nou, de fietsen staan al klaar, zie ik. Nee toch, schatje. Ja. Zo, komt u maar. Voel het zadel al? Nee, ik voel het zadel helemaal niet. Als je mij ten huwelijk gaat vragen, ga ik zeker houden. Ik wil heel graag trouwen. Omdat ik heel graag Peter zijn vrouw wil zijn. En niet meer zijn vriendin, want dat voelt zo afstandelijk. Dat voelt anders dan dat het gevoel tussen ons twee is. Hier even wachten. Ja? Nee, niet kijken. Nee. Niet stiekem kijken. Even wachten. Een paar minuten. Zo, even schoon wat versieren voor Nicolletje. Hè? Voordat ze komt. Roosjes. Oh ja, dat je een bladblazer nodig hebt bij de jacuzzi. Dat kan ik wel heel mooi vinden. Echt een romantisch uitje. Twee dagen later vind je die troep nog steeds terug als je hier reeds zit af te vegen. Het is altijd hard werken en Nicole doet alles voor mij. Hè? Doe mijn schoenen strikken, eten, koken, zorgt altijd voor mij. Hè? Ook zakelijk en als ik het niet zo makkelijk heb, dan... Nicole is er altijd voor mij. Dus ik denk, ik ga wat terug doen. En dit houdt ze van. Dat zal allemaal wel. Maar als je nu geen ring bij je hebt, dan... Lijkt wel een paleis. Ik ben er echt trots op. Zo. Ben je klaar voor? Mm-hmm. Ja, je moet echt nog zo maken. Ja, ja, ho. Je moet hier opstappen, ja. Ja. Nog een stapje, ja. Zo. Ho. Het is wel warm hier, hè? Het is hier inderdaad warm. Voor de hagedisjes en zo. Nou, dat hoop ik niet. Nou, dan ga ik nog even weg. Even zo blijven. Nou, doe je dint maar af. Hoep. Oh, schatje. Wat heb jij nou weer geregeld? Vind je het leuk? Ja, liefje. Dankjewel. Nou, de kleren uit dan. Ja. Kan niet wachten. Lekker bubbelen. Ik heb nog een verrassing voor je. Hè? Kijk. Kom je daar nou weer bij allemaal om dat te doen, schat? Ja. Oh, hij is een beetje... Het is een beetje door elkaar gevallen. Het is wel heel mooi, schat. Er zijn... Oh, twee ringen. Ja. Ja, wat zeg ik? Twee ringen, hè? Ja. Dat zou zomaar een verlovingssetje kunnen zijn. Ik denk, als we ooit gaan verloven, dan hebben we alvast twee ringen. Ja, dat is waar. Als. Nou, dan zal ik hem zo omdoen, hè? Ja, schat. Het lijkt wel een verlovingsmoment, ja. Maar dat is het nog niet. Mooi, hè? Mooi, schatje. Heel mooi. Dank je wel. Nou, de kleren uit, hè? Ja. Schatje, je bent al zo ver. Ja. Oh. Daar word ik een Fox Wild van. Ja. Ja, wat ik denk... Ja. Ja. Zo. Een roosje voor jou. Mooi. Ja. Hadse flatsen. We laten de kinderen lekker alleen bij het hadse flatsen. Tot de volgende. Houdoe. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.